snap het gewoon niet. Waarom wil je nou niet helpen? A, het heeft geen zin. Wat kunnen jullie nou doen? B, laat de politie hun werk doen. En C, ik ben er net een beetje los van. Ik wil niet weer met die zaak bezig zijn. Nou, sinds wanneer is dat? Ik heb je toch uitgelegd dat ik nu inzie dat ik verkeerd bezig was? Ja, en daarom moet je er nu op de goede manier mee bezig zijn. Dat is echt iets anders dan er helemaal niet meer mee bezig zijn. Nee, dit heeft niks met Lucas te maken. Luister, Joost. Het gaat niet werken. Je bent gewoon niet de persoon naar wie ik op zoek was. Ja, precies. Je zat nog in je proeftijd, dus we beëindigen je contract met ingang van vandaag. Ik krijg mijn broer er niet mee terug. Dat heb je zelf vaak genoeg gezegd. Het onderzoek moet gewoon afgesloten worden. Ik vertrouw op mijn collega's. Waarom doe je nou zo? Jij kunt helpen Anna en wie terug te vinden. Het gaat niet alleen om het onderzoek. Het gaat ook om ouders. Mijn moeder wordt echt gek van ongerustheid. Het spijt me. Ik ben moe, ik trek het niet om tussen al die mensen te zitten. Waarom krijg je nou heel sterk het idee dat dat een smoes is? Geen idee. Dat is het niet. Hey, hebben jullie mijn berichtje ontvangen? Ja, wat goed dat jullie dit wil organiseren. Ja, we gaan alvast. Zien jullie al zo? Ja, ik kijk nog even of ik Ricky kan bereiken. Misschien moet ik even oppikken. Oké. Okay. Zien jullie al. Tot zo. Hoi. Ga nou maar. Nou, als je bedenkt, je bent welkom. Ik weet het. Maar ik bedenk me niet. Oké. Ja,